Het Pedagogisch Instituut Nikeri, PIN, heeft na de uitslag van morgen een voorlopige slagingspercentage van 55,6% behaald. 36 leerlingen hebben aan het eindexamen deelgenomen, van wie 20 gelijk zijn geslaagd. 11 hebben herexamen en 5 zijn afgewezen. Het Pedagogisch Instituut is onderverdeeld in een boven- en onderbouw. Het PIN heeft de uitslag op een andere manier gedaan. In plaats van het opschrijven van de examennummers op een bord, hebben de leerlingen allemaal een enveloppe gehad met hun naam erop. En daarin een gekleurde kaart. Groen was geslaagd, oranje was her en rood afgewezen. Wij voeren nu terug naar het moment waarop de leerlingen de uitslag hebben ontvangen. Kun je niet iedereen laten zeggen van envelop? Misschien een liedje. Waar is meneer Binda? En nadat jullie klaar zijn met killen, dan wil je ook wie de beste plan is aan de onderbouw, zowel de voorbouw. Oké, ga je maar op vertellen. Dat was het moment waarop de leerlingen van het Pedagogisch Instituut Nikeri hun uitslag op een niet-traditionele manier hebben ontvangen. Het instituut heeft een voorlopige slagingspercentage van 55,6%. De bestgeslaagde van de onderbouw is Anoushka Shepherd met 61 punten en de bestgeslaagde van de bovenbouw is Chevelle Slagveer en zij heeft 67 punten voor 9 examenvakken.